Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Ja, we staan hier bij de autoschommel. En als je nou denkt, de autoschommel, dan moet je even kijken. Ja, bruut hè. Gewoon overkop met de auto op 12 meter hoogte. Nou, dit was een idee wat ik al heel lang had. Met de auto aan een slinger, overkop. Ik had een keer een videootje gezien. Daar hadden ze een auto aan staalkabels zitten en die kon dan schommelen. Ja, toen dacht ik, ja, wat als je nou gewoon een starre arm hebt. Net als bij de booster op de kermis. Zou je dan helemaal overkop kunnen gaan? Dat is natuurlijk wel een reuze bruut project. Maar die constructie, daar worden nogal wat eisen aan gesteld. En dan kan je zomaar niet even uit de duim zuigen. En toen kreeg ik een aanvraag van de Universiteit van Nederland om samen een project te doen. En ik dacht, dat is de kans. En die hebben mij in contact gebracht met Volkert van der Wijk van de TU Delft. Dat klopt, ja, inderdaad. En zo zijn we bij elkaar gekomen en konden we deze mooie constructie gaan ontwerpen en gaan berekenen ook. Ja, we willen jullie graag laten zien hoe je nou zo'n dergelijk ding, ja, kunt ontwerpen en bouwen, want je snapt wel, dat is niet zo'n eenvoudig project. Nee. Ja, je hebt natuurlijk, het begint ook met die auto, wat je zei, auto aan een slinger van 6 meter tot een as, dat is een vrachtwagenas die op een frame gemonteerd staat. En dat is dit frame. En dat frame moet natuurlijk al die krachten aankunnen. En als die, ja, als die auto dus over de kop gaat, dan heb je 5G acceleratie beneden. Dat betekent dat die auto 5 keer zo zwaar wordt. Ja, die autoschommel die ik in eerste instantie had gezien met kabels, ja, dat is natuurlijk makkelijk, want staat die auto op de grond, hangen de kabels slap, rij je weg, komen de kabels op spanning en dan gaat die auto omhoog. Zo'n slinger, die, ja, het is niet de bedoeling dat die slap gaat hangen. Sterker nog, die moet hartstikke stijf zijn, want anders wordt het een zwabbertje. Ja, dus dan, dan raken de wielen natuurlijk alleen maar op het middelste punt de grond, ja, en dan kan je geen snelheid maken natuurlijk om die auto over kop te draaien. Dus vandaar ook een rijbaan die dus gebogen is. Dan zou je zeggen, elke keer als die auto dan op die rijbaan terechtkomt, ja, dan komt hij echt met een knal in één keer erop. Dat is niet zo prettig voor je aandrijflijn natuurlijk. Want ja, die draait met een bepaald toerental rond. En ja, die baan komt in een bepaalde snelheid voorbij. En als dat niet precies op elkaar is afgesteld, dan ga je natuurlijk je versnellingsbak en je aandrijfassen kapot helpen. En daarom zit hier ook een recht stuk aan. Komt het wiel van de auto zo aan. En dan hier komt hij op de baan. Net als een vliegtuig dat landt. En dan heeft hij even de tijd op te toeren. En dan, de versnellingsbak is nog heel. Dus je kijkt naar de krachten die in zo'n systeem werken, al die dynamische krachten. Ik noem net al 5G van die auto, als die beneden langs slingert. En dan slingert hij dus langs met ongeveer 55 km per uur. Die moeten dus naar de grond worden geleid. Ik noem net al het frame, die heeft een vorm zodat de krachten mooi naar de grond, recht naar de grond toe geleiden. Om die krachten, die kun je ook verminderen. Dus, en dat doe je door bijvoorbeeld een balansmassa bovenop te plaatsen. En hoe meer massa er aan de andere kant zit van de auto, hoe meer het zwaartepunt naar de as toe beweegt. En hoe minder krachten er nodig zijn om die auto rond te krijgen. Met één blok reduceer je in dit geval ongeveer 0,7G. Dan zou je van 5G acceleratie naar 4,3 gaan. En dan nog een blok erbij, dan ga je naar 3,6. En zo kun je dus doorgaan. Dan kun je je voorstellen, dan zit je bij ongeveer blok 5. Dat je volledige balans hebt, dus blok 5 en 6 in. En dan ligt het zwaartepunt dus op de hoofdas. Zou je met de hand zelfs rond kunnen draaien, moet je geen gas te geven. En dan heeft hij eigenlijk ook de hele frame, heeft echt een statische belasting. Alsof het één gewicht is wat erop ligt, onafhankelijk van de beweging van de schommel zelf. Om die contramassa die aan de andere kant zit van de slinger, om die in lijn te houden met de auto, zodat die bij elke hoek zo meedraait, zitten er ook zijarmen aan. Die verbonden zijn met zowel de slinger als met de contramassa met tuigen. Gewoon strippen staal en draadeinden om ze ook op voorspanning te zetten, zodat alles mooi strak staat. En daarmee is het eigenlijk één groot vast geheel geworden. En wat belangrijk is, waarbij er geen vaste momenten in rond de hoofdas optreden. Want daar zitten al die vier delen zitten eigenlijk scharnierend gemonteerd. Ja, tot zover ongeveer de constructie. Ja, wat betreft de auto hebben we ook een paar aanpassingen gedaan. Op je kop loopt hij natuurlijk niet zo best op benzine. Daarom gasinstallatie erin. Zeggen mensen, hoe zit het nou met de smering? Ja, smering, het gewoon een beetje pech. Ja, toen was dus ongeveer het grof idee klaar. Het concept. Daar heb ik daarna een soort van productie idee van gemaakt.
Dat heeft Volkert nog een keer helemaal doorgerekend. En toen konden we beginnen met het bouwen. Ja, ik ben begonnen met het maken van het hoofdframe. HEA, balken. Ja, allemaal op maat gezaagd. Flenzen dragen last. Ja, deze hele constructie is eigenlijk zo gebouwd dat je hem gewoon makkelijk uit elkaar kan bouten en kan opbouwen. Ja, de auto en de slinger. Ja, deze buizen die lopen er eigenlijk dwars doorheen. Er zitten kokers onder de bodem van de auto. Dus dat hij eigenlijk op die kokers rust en aan deze buizen hangt. Ja, de slinger was een best wel arbeidsintensief werkje. Dit zijn allemaal, zoals je ziet, buizen. Vakwerkconstructie. Dus er zijn allemaal buizen in verstek en op elkaar allemaal zo uitgehold, eigenlijk uitgeslepen. Dat ze mooi op elkaar passen. Nou, er zitten wat meters lastdraad in hoor. Kijk, op de hoeken van dit frame staan allemaal blokken beton. Elke blok is 450 kilo, dus 6 blokken per hoek. En dat is om dat frame op de grond vast te houden. Echt vastzetten aan de grond is lastig. De grond is toch ook altijd los. Maar ook door die krachten, dus als de auto opslingert en een horizontaal komt, dan komt er een heel groot moment op het frame, waardoor het frame wil kantelen. En daar zijn deze blokken voor nodig. Ja, dat is allemaal leuk van die blokken van 450 kilo, maar die til je zomaar niet even op. Dus ik heb er ook nog een speciale grijper voor gemaakt om ze allemaal neer te kunnen zetten waar we ze wilden hebben. Ja, en over blokken beton gesproken, hier liggen er ook nog een paar, 2 stuks. Ja, daarboven zitten er nog 4. Ja, dit zijn de blokken beton die we gebruiken voor de contramassa. Ja, die contramassa is ook nog een hele creatie. Het lijf eigenlijk, dat zijn ook weer HEA balken. Maar de rest is allemaal plaatwerk. Lasergesneden platen, mooi bouwpakket in elkaar gezet. En daar worden deze blokken op in opgesloten. Ja, en als we zeggen reuze groot project, dat is op alle vlakken. Want het is allemaal leuk als je het kan bedenken en alle losse onderdelen kan maken. Maar ja, zoals we net bij die blokken beton al zagen, je hebt dan weer een speciale grijper nodig om ze op een plek te zetten. En zo moet je eigenlijk bij alles nadenken hoe je zoiets in elkaar gaat zetten. Dus daarom ook deze. Ja, je ziet ze daar even heel eenvoudig daarboven erin staan. Maar hoe krijg je nou zo'n blok daar? Nou, daarvoor hebben we dus deze frames gemaakt. Dit is eigenlijk een beugel die de blok op zijn plek houdt. Je ziet het, daar zitten hijsogen aan. En vervolgens hebben we er met spanbanden die blok beton tegen aangetrokken. Zodat we hem zo met die spanner in één keer op kunnen hijsen en op zijn plek kunnen schuiven. Dan moet de slinger onder 45 graden staan. En je ziet het, dus als je deze blok opeist aan deze oren, dan zal die ook onder 45 graden gaan hangen. En dan kan je hem precies mooi in die cassette schuiven. En dan vervolgens vastzetten met een paar grote bouten. Ja, en om alles op hoogte te monteren, heb ik zelfs gewoon een hoogwerker aangeschaft. Ja, en om alles in elkaar te hijsen, heeft onze kijker Toon ons geholpen met deze kraan. Ja. Ja, en toen stond het ding daar, hè. Ja, testen. Zou je kunnen zeggen, weet je wat, we gaan erin zitten, sleutel omdraaien, pin onderin en kijken wat er gebeurt. Ja, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan wat dat betreft. We hebben ook nog een paar serieuze testen gedaan, hè. Ja, we hebben eigenlijk zo'n 2 tests gedaan. Eén test was eigenlijk om te testen of de auto goed vast aan de slinger zit. We hebben nog een test gedaan op krachttesten of te kijken of de tuien, de diagonale tuien, sterk genoeg zijn. De eerste test hebben we eigenlijk de auto op zijn kop gezet met de balansmassa half gevuld. Dan zitten er 3 blokken beton in en dan laten vallen. Waar bij de auto natuurlijk met een goede vaart zo onderlangs draait. Zonder wielen, hè? Zonder wielen, ook belangrijk, want als de wielen de baan raken, dan gaat natuurlijk de aandrijving stuk. Dus zonder wielen, dat hij zweeft, onderlangs laat draaien. En in de tweede test hebben we de contramassa volledig gevuld met 6 blokken beton. Een mooi staal gedraaid, zodat de auto verticaal staat aan de ene kant en de contramassa aan de andere kant hangt. En dan nog 2 extra blokken beton erop, dus 900 kilo extra belasting zelfs nog. En dat hebben we aan beide zijden gedaan, zodat de tuien aan beide kanten op maximale spanning konden worden getest. Ja, klopt. Bij deze test hadden wij de auto gefixeerd door hem vast te maken aan de heftruck, die natuurlijk behoorlijk zwaar is.
Dus de auto die wilde eigenlijk omhoog, maar dat kon hij niet. Die hield hem in positie en toen kwam daar die extra massa bovenop. Ja, en op die manier kunnen we dus kijken of dat die taaien sterk genoeg zijn. Was dat nog niet het geval, dan was hij doorgebroken. Maar dat was niet het geval, dus toen konden we gaan gassen. Vet! Dit is echt een tof project. En het is nog niet klaar, want we gaan ook nog deze slinger testen zonder blokken beton erin. Hè? Ja, dan wordt het echt het uiterste uit de constructie gehaald met 5G acceleratie. Dus dat wordt spannend. Dat is bruut. Dan moet je eronder gewoon 55 km per uur rijden. En dan staat hij dus boven stil. Hè? En dan komt hij daarmee hier beneden zo aan en dan boven haalt hij het dan net. Je snapt, als die slinger helemaal gebalanceerd is, draait hij gewoon met constante snelheid rond. Maar hoe meer dat die balans eruit is, hoe ruiger dat het eigenlijk wordt natuurlijk. Hè? Ja, want je kunt zeggen eigenlijk dat per blok beton een soort 0,7G acceleratie bijkomt of verdwijnt, net hoe je het bekijkt. Dus als die leeg is, heb je 5G, één blok beton erin, dan wordt het 4,3G. Ja, dit is toch wel een van de bruutste projecten, denk ik, die we zo gebouwd hebben. Maar dit was echt een heleboel werk. Wil je nou alles zien hoeveel werk dat het echt geweest is? Check dan natuurlijk ook even de werkplaatsvlog. Hè? Ja, en dan zou ik nu nog willen zeggen, Volkert, hartstikke bedankt voor al het werk wat erin zit. Ook aan de Universiteit van Nederland en de TU Delft natuurlijk. Ik vond het echt een toffe samenwerking. Nou, dat eens gelijk. Het was echt ook een fantastisch project om aan te werken, te rekenen en ook te bouwen samen met jou. En fantastisch dat het zo mooi gelukt is. Zo, zeker weten. Hey, en jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende!